klinkt zelfs melancholiek. Maar muziek is de stemming van een leven. Wij zijn stapel op publiek, één dag zonder kunnen we niet. Kom maar op, dan gaan we samen wat beleven. Kaas, 2 liter melk, half volle, 2 pot. Of 2 pot. Hey pa! Wat? Waarom heb je 2 potten bruine bonen of 3? Wat was het nou? Wat? Wat zie, wat zie je er nou weer uit, man? Ja, ik ben maar scheren, ik weet. Ja, wat is er nou? Dat zie ik ook wel, man. Ja. Ja, dan gaan we straks de stad in met je goede kleren en heb je je gekke pet op. Een gekke pet? Ja. Je wereldpet? Ja, dat is toch geen poren, man. Weet je nog, 3 maanden geleden, ome Henk die trouwde. Had je die pet ook op? Iedereen hoge hoed en jij met een pet op. Ja, nou, was een mooi feest, ja. Was een mooi feest, ik schaamde me dood voor je, weet je dat? Ik niet. Nee, dat begrijp ik. Je wordt nog eens gecremeerd met die pet op, joh. Nou, jij kan mij cremeren, maar die pet... Die pet, die blijft. Dat wordt een... Die krijg jij. Hé? Die krijg jij. Oh nee, nou, ik moet hem echt niet hebben hoor. Goh, mijn nood niet. Weet jij wat wij gaan doen, Arne? Wij gaan straks toch de stad in. En dan gaan we een hoofddeksel kopen voor jou. Hoofddeksel, wat is dat? Ja, dat is een moeilijk woord. Hoofddeksel, dat is een pet of een hoed. Die krijg je van mij een cadeau vast voor je verjaardag. Maar trek maar wat warms aan dadelijk, want het is koud buiten. Ja. Nou, opschiet daarna, want de stad die gaat zo open. Ja, even scheren. Hij moet split hebben. De Haagse Krant moeten we nog kopen. Ja, ik ga verder. Ja, oké. Even kijken, Haagse Krant en... oh ja, een flesje jenever. Pa! Ja? Jenever moet een half liter jenever. Een liter natuurlijk! Nou, ben je nou nog eens klaar? Hoe zit dat nou? Ja, ik ben klaar. Kom dan. Ha, jij hebt ook een haast. Hoi, waar is dat boodschappenlijstje nou? Dat ligt op dat kastje daar. Nou, pak dan mee, man. Oh, ja. Jongen. En schiet een beetje op, ja. Ja, weer rustig, hè. Nou, ga jij dan wel? Ja. Kom op. Ja, goed.
Goed, het is namelijk zo, we willen een pet kopen of een hoed, liefst eigenlijk een hoed. Voor mijn vader, want het is een cadeautje voor zijn verjaardag. Voor zijn verjaardag? Dat ding is geboren. Voor mij hoeven die. Maar ja, voor mij moet het wel. Het is wel een goede pet, hè? Want het is een Burberry, ja, hè? Ja, het is een Burberry natuurlijk. Ja, Burberry, ja. Nou, ja, dat is echt voor de Haagse chic. Ja, dat zal wel, maar ik wil hem graag een cadeautje doen, hè? Ja, maar wil die zelf ook een nieuw cadeautje? Ja, pa wil wel een cadeautje, hè? Ja, maar, kijk, deze heb ik van mijn vrouw gehad. En die heb ik al 30 jaar. Ja, die heb ik al 30 jaar en die wil ik niet kwijt, maar hij is altijd zo. Misschien. Maar ik kijk even of er wat leuks. Kijk maar. Een Jeltsin-pet. Pa. Ja. Wat vind je van die Jeltsin-pet? Is dat niks voor jou? Ja, dat is een mooie. Dat is nou een mooie. Een Jeltsin-pet, wat kost die mevrouw? We gaan eens even kijken voor u. Leuk prijsje maken we ervan. 17,50. 17,50? Nee, dat kan niet, hè. Dat kan niet, hè. Het zal 170,50 zijn. Nee, het is 97,50. Oh. Bijna mei al, zeg. Ik vergist u, hè, in de prijs, hè. Ja. Maar dat is wel een mooi, hoor. Mooi, zeg. En weet u wat leuk is? Er zitten oortjes aan. Oorklepjes. Kijk eens even hoe lekker warm. Ja. Moet hij zo blijven staan? Nee, hij moet een beetje gedraaid worden, hè. Je lijkt nou wel op een Russische geheime agent eigenlijk. Ja. Maar ik geloof niet. Ik pak eerder een petje. Zullen we maar op een petje houden? Ik ben daar niet blij mee. Wacht even. Ik zag nog een Duitse vliegenier. Ja, hij vindt het allemaal. Nou ja, ik weet het niet. Hier, wat dacht je hiervan? Nou, een beetje keppeltje-achtig gebeuren. Dat is mooi. Kom op. Allemaal uit papier. Oh, wat een leuke. Ja, leuk zeg. Is die nou echt leerverraken? Nee, de Sky. Oh, Sky. Dat is de uitvinding van de jaren 50, hè? Staat in mij dan? Mevrouw Bik. Kost 67,50. Oh, dat vind ik nog wat te doen. Maar ja, ik weet niet. Goedkoper, jij hebt geen vliegtuig natuurlijk. Nee. Heb je geen vliegtuig? Nee. Nou ja, ik vind het meer zo'n vliegeniers. Ja, we zullen zo'n echte hoed passen. Ik geloof niet dat het iets is. Hier is het papiertje, meneer. Je moet wel een papiertje erin doen, hoor. Ja. Nee, ik vind het ook niks. Nee, ik ben er nog niet uit. Kijk, we gaan eens een echte hoed opzetten bij uw vader. Een echte heer. Ja. Kijk eens even hoe mooi. Kijk eens in de spiegel, pa. Kijk eens even. Hoe mooi. Gangster. Ja, je hebt wel iets van John Wayne nou. Ja. Is dat van mijn geboortejaar ongeveer? Wat zegt u? De Borsolino. Ja. 1928 kan dat. Ja. En dan moet je eigenlijk zo'n grote auto bij hebben. En dan drank. Drank. En schieten zo. En je vioolkist. Ja, schieten. Maar ik vind dat een beetje zo. Wat kost die nou? Ik vind het 125 euro. 125? Rip uit mijn lijf. Nee, ik geloof toch dat we iets anders zoeken voor mijn vader. Ja. 125. Ja, gaat even rustig aan. Rustig. Ja. 125. Ja, een pet. Ja, dan zie je er toch maar. Een pet is natuurlijk goedkoper, hè, mevrouw Bik. Een pet is goedkoper, ja. Pet is goedkoper. Misschien ik vind het. We gaan eens een pet zoeken. Ja, ik ga een pet zoeken. Een mooie pet. Een mooie pet, ja. Het is niet mijn voorkeur, hoor. Want maar kijk eens, meneer. Dat maakt hem zo boers, hè. Kijk eens, wat een mooie pet. Dat is ook wel mooi, zeg. Dat is, ja. Ja, het is in ieder geval een pet. Zet hem eens op. Hij andersom natuurlijk. Nee, wat doe ik? Oh, ja. Zo. Fantastisch. Je doet me denken aan de melkboer, joh. Melkboer? Nee. Ja, we hadden vroeger een melkboer en die. Nee, ik weet het niet. Ik vind die kleuren die met zijn jas, hè. We pakken hem gewoon in. Kom op, we houden het erop. Ja. Oké, we houden het er gewoon op. 50, hè, geloof ik, stond erop. Ja, 50 gulden. Kijk eens even. 50 piek. 50 gulden. Oh ja. Fantastisch. Fantastisch. Ja, dan ga ik even. Nou, ik kijk nog even.
Doe er een kaartje bij. Leuk, nou ja. Oh, ja. En u bent weer helemaal tevreden. Je hebt geen mond te nodig, hè? Draag jij mond, mag ik hem dragen? Hij mag hem zelf dragen. Tot thuis. Oh ja. Wilt u nog allemaal een lekker pepermuntje van de koning? Ja, ga. Kijk eens even. Hai, bedankt, hè. Ja. Toch weer een nieuwe pet, hè? Hai, bedankt. Kijk eens hoe lekker. Goed voor je keel, hè. Heel goed voor de keel. Smeert het keeltje, hè. Nee, deze mag dat. Ja, kaartje. Je weet maar nou er één gedaan. Ja, ik heb ook een kaartje hoor. U mag ook wel een kaartje. Nee, we hebben een kaartje. Een kaartje genoeg. Van Bik, bedankt hè. Ja, bedankt hè. Allemaal. En tot ziens weer hè. Tot ziens hè. Ja. Goed geslaagd. Ah, we zijn weer thuis. Hé. Laat koffie. Tja. Jij gaat koffie zetten? Ja, ga bakken. Bakken, ja, lekker bakken. Nou, dat is toch wel een leuke petty blauwe petty. Ja, koffie is ook klaar. Kom eens even hier. Wat? Nu. Wat? Wat is dit? Ja, pet. Ja, dat zie ik. Pet, ja. Pet. En wat voor pet is dat dan? Ja, dat is toch voor mij. Hoe kan dat dan? Cadeau toch? Nee, niks cadeau. Hoe kan dat dan? Je hebt toch een blauwe pet gekocht? Oh. Ook even een mee. Ik heb toch mijn kleur gekozen. Hé. Hey. In de brief in. Twee boile boling. Hier me. We daar nou 3 uur voor lopen winkelen. Om 50 gulden gekost ook zeg. Ja. Wat een man.